Meer dan 60 kinderen genieten hier de hele week van de Kids Zomer Vakantieweek. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Milou, wat ben je aan het doen? Aan het bouwen. Wat ben je aan het bouwen? Een vierkant. Een vierkantje. Oh, dat is mooi. Het is een week voor kinderen die niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. Die mogen aan deze week deelnemen. En de hele week staat in het teken van dingen doen, heel veel plezier hebben met elkaar. Dus ze gaan allerlei workshops volgen op het gebied van sport, kunst en cultuur. En gisteren hebben ze een hele sportdag gehad bij MEP hier in Bokstel. En morgen gaan ze een dagje naar de Efteling. Dus het is Kijk, echt een feestweek. Wat zijn ze hier aan het doen? Hier zijn ze aan het bouwen. Dit is Robert-Jan van de architectuurlessen. En die verzorgen altijd workshops, ook op scholen. En nou gaan ze met kinderen grote constructies bouwen van 6 bij 6 tot 3 meter hoog. En ze zijn net begonnen, dus je ziet het wel. Hartstikke leuk. Druk bezig, hè? Ja. Sport en spel, Gerry. Sport en spel, zoals je ziet. Hè? Dus alle kinderen die hebben hier ook... Dit is ook een workshop, een van de onderdelen. En dan mogen ze een uur gewoon lekker even er eigenlijk helemaal uitleven. Dus gelukkig is het niet zo warm. Ik zou het er denk ik heel heet van krijgen. Ik weet niet hoe het voor jou zou zijn, maar die kinderen hebben er blijkbaar geen last van. Maar we kunnen er zo achter komen. Zullen we een rondje doen? Eerst jij dan? Nee, ik ga het niet doen. Het ziet er heel gevaarlijk uit, dit. Nou, het is niet zo. Waarom? Dat is een pistool. Ja, maar het is niet een echte. Oh, gelukkig. Laser game. Dus jij mag mij nou schieten? Ja. En wat gebeurt er dan? Dan ben je af. Ben je dan af? Nee, nu ben ik al af. Mijn levensloop moet hier. Hallo, ik voel het allemaal trillen, hè? Hier, hey. Hoeveelste keer is dit nu, Gerry, dat jullie dit organiseren? De derde keer. En we zijn begonnen met 30 kinderen. Dus 3 jaar geleden. En inmiddels zijn we nu, zitten we op de 70. Kijk. 30 naar 60 en nu dit keer 70 kinderen. Want ik vroeg net jullie, maar wie zijn jullie? Wie organiseert dit? We werken samen met het initiatief, is eigenlijk Vincentius Vereniging. Samen met Stichting Leergeld en de Voedselbank. En Stichting Brede Scholen Boksel, waar Cultuurbox en de buurtsport onder valt. Ja, dus dat is een hele club met mensen die dit samen organiseren. En kids, wat zijn jullie aan het doen? We zijn een film aan het maken. We maken een griezelfilm. Maar dan kom ik, kijk, dan kom ik hier zo. Dan kom ik zo uit het bos en dan kom ik zo. En dan pak ik zo iemand op en dan ga ik zo meekomen. Zo. En dan komt er iemand, dan bind ik diegene aan de boom en dan komt er iemand om hulp en dan gaat ze zo. Zo. Dan zeg ik van, ik moet even plassen bij de spookhuis. En dan kom ik terug en dan ligt Lola daar en is dood. Lola, jij ligt al 10 minuten dood te zijn, toch? Mm-hmm. Kom je jou niet helpen? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Laat ze jou zomaar liggen? Ja. Wie moet jou komen helpen? Vrienden. Zo, en wie heeft het verhaal verzonnen? Hij een beetje, maar wij eigenlijk allemaal wel een beetje. Leuk, maar als het een griezelfilm is, dan kan ik ook wel meedoen. Of niet? Nee. Nee, nou, dankjewel. Nou, veel plezier, hè? Dankjewel. Wat bent u aan het doen? Wij gaan nu de zakjes vullen die de kinderen meekrijgen naar de Efteling morgen. Zo. Maar ze gaan met 2 bussen naar de Efteling toe. 2 bussen? Ja. Met totaal rond de 100 mensen. Zo. Inclusief. En elk kind krijgt? Elk kind, of de begeleider of de ouder, krijgt zijn zakje. Zo, nou, ik ben benieuwd wat erin gaat. Daar gaat in. Water. Gezond. Capri Sunne voor de lekkerigheid. Dit om te knabbelen. Snoepen. Nog iets gezonds. Hè? Zullen we een krentenbolletje erbij? Lekkere chips. Lekker. Een KitKat. Oh, die zijn lekker. KitKat. Of een Twix. En een snelle Jelle. En een appel. Nou, kijk eens aan. Ze komen niet onder de honger. Nee, zo is het. Nou, veel plezier morgen. Dankjewel. Het zal wel lukken. Annette, jij bent van Vincentius? Ik ben van Vincentius. Wat is het, wat is de relatie van Vincentius met dit evenement? Met dit evenement? 3 jaar geleden moesten wij ons chalet verkopen. En met de opbrengsten dachten we van ja, we willen wel iets doen voor kinderen die niet met vakantie gaan. Of bijna niet met vakantie gaan. En toen hebben we het idee opgevat om een kindervakantieweek te organiseren. En wie zijn we? De mensen van Vincentius, hè? En toen hebben we contact opgenomen met de Brede School. En zij wilden ook graag een vakantieweek organiseren. En zo zijn we hiertoe gekomen. En
3 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Met een kleine groep, 27 kinderen hadden we toen. Dat was een goede oefening. En vorig jaar waren er uiteindelijk 50 en nu zijn er 61 kinderen. 61 kinderen? Ja. Wordt elk jaar meer? Het wordt elk jaar meer, ja. En wat is er nou zo leuk aan? Wat er leuk aan is, ja, het zijn toch kinderen die vaak niet zo heel veel beleven in de vakantie. Ze gaan misschien wel eens naar een pretpark, maar niet zo vaak. En echt met vakantie zit er ook vaak niet in. Dus het is voor hun echt heel belangrijk dat ze leuke dingen doen, bijzondere dingen die ze op school ook niet doen. En dat ze ook iets te vertellen hebben als ze naar school gaan weer. Hè, volgende week moeten ze allemaal weer in de schoolbanken zitten. Ja. En dan hebben ze toch een mooi verhaal om te vertellen. Ja, want vandaag heb ik allerlei dingen gezien. Maar waar hebben ze deze morgen gaan ze naar de Efteling? Maar waar hebben ze deze week allemaal al meegedaan? Gisteren zijn ze bij MEP geweest. Daar was een enorm circuit op een groot sportveld. En ze begonnen met een trommelsessie. En van een half uur allemaal trommeltjes. En er stond iemand voor en hebben ze allemaal getrommeld. En dat klonk heel mooi. Ja. Net, hè? en daarna gingen ze dan in kleine groepjes van 5 kinderen, geloof ik, van de ene activiteit naar de andere. En bij elke activiteit stond al iemand van MEP. En die legde uit wat er moest gebeuren met stikhockey. En op een grote bal hebben ze gerold. Nou, het was allemaal zag er bijzonder. Ja, nou, ik zie de kinderen echt genieten. Ik ook. En dat is de bedoeling. Daar ben ik blij om. Ja, zeker. Super dat jullie dit doen en op naar volgend jaar. Gaan we doen, zeker. Succes. Dank.